Het ministerie van Binnenlandse Zaken, BISA, zal nu werken aan het inlopen van de paspoortaanvragen. Minister Bronte Sommerhaertjes zegt dat de nieuwe apparatuur al binnen is en het paspoortmateriaal ook ter beschikking is. De afgelopen maanden was er sprake van achterstanden, omdat machines om paspoorten te drukken defect waren. De bewindsman geeft aan dat er ook wordt gewerkt aan het vergemakkelijken van de procedure bij spoedgevallen. In ieder geval zijn de machines binnen, de materialen zijn binnen. Natuurlijk, de achterstand is nog steeds hoog, maar wordt langzaam maar zeker ingewerkt. Dus dat is goed nieuws. Al een tijdje hoor, vanaf vorige maand zijn de machines er, dus het gaat ietsje sneller. Waar er een achterstand was van zoveel duizenden, wordt het steeds minder, steeds minder. Maar de achterstand is er nog wel. Maar we zorgen ervoor dat degene die met spoed weg moeten snel aan een paspoort kunnen komen. En degene die nog kunnen wachten op het paspoort, hun paspoort tijdig krijgen. Dus dat gaan we vergemakkelijken. Kijk, als iemand weg moet voor overlijden, dan kan het niet zo zijn dat diegene heeft al verdriet, dat diegene nog moet wachten. Dus we zijn de procedures aan het bekijken om dat te vergemakkelijken. In het eerste kwartaal van dit jaar begon het probleem met de paspoortprinters, waardoor mensen nog langer moesten wachten op hun paspoort. De bewindsman zegt dat het ministerie constant werkt om de problemen die zich voordoen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken zo snel als mogelijk op te lossen.